secret beauty hack is eigenlijk de stopspot van Guerlain. Als je voor het slapen gaan merkt dat je onzuiverheden hebt en je moet de dag erna ergens naartoe en moet zeker weg zijn of veel verminderd, kan je eigenlijk een beetje van die stopspot aanbrengen op de onzuiverheden. En eigenlijk als je opstaat, merk je eigenlijk totaal niks meer ervan, omdat het heel uitdrogend werkt voor je buisje. Stel dat je nu naar een feest moet en je hebt echt geen tijd, maar 5 minuten, dan kan je het ook aanbrengen omdat het een hele dikke, bruinere textuur is. Dus het werkt ook heel camouflerend voor het onzuiverheden. Dus dat vind ik een topper. Alors mon astuce beauté favorite, hein, c'est mon petit truc, mais j'adore le blush. Donc ce que je fais, je le mets normalement sur mes paupières en souriant, toujours. Mais le petit truc en plus, c'est que je le mets sur mes paupières aussi. Donc ça donne vraiment un coup d'éclat magnifique. Mijn ultieme beauty tip is dat ik mijn concealer op meerdere manieren gebruik. Dus niet alleen voor onder de ogen, voor donkere kringen, maar ik gebruik hem ook om je gezicht alvast wat te highlighten. Dus op de punten in je gezicht waar het licht valt, een beetje op je jukbeenderen. Zo heb je al een natuurlijke highlight zonder dat je met glitters aan de slag hoeft. En wat ik ook fijn vind is om onder mijn oogschaduw te gebruiken als mooie oogschaduwbasis. Ik ga jullie mijn geheime beauty tip vertellen. Na een dag werken zie je er soms wat vermoeid uit. Wil je toch nog 's avonds naar een feestje of heb je een etentje of iets leuks? En wil je eigenlijk toch nog een beetje opfrissen? Doe je een beetje van je vochtmasker pakken, pak je een beetje van je foundation. Meng je door elkaar, breng je het over je foundation, over je make-up en aan. En je ziet er helemaal fris en fruitig uit.